Vandaag staat er een specialetje in onze garage, namelijk de Link & Co 01. Waarom is die zo speciaal? Wel, heel simpel. De 01 is een volledig nieuw model. Link & Co is als constructeur ook nieuw. Komt uit China. Helemaal niet evident. Maar wat misschien nog wel het meest nieuw is, zeg maar, of verrassend is, dat de Chinezen hem verhandelen via een soort van Spotify-abonnement. Vraag echter is, het is wel anders, maar is daarom ook beter. Trouwe kijkers hoeven we niet meer te vertellen dat de test van de Link & Co ook verschenen is in het magazine. En als trouwe kijker weet u eveneens dat die test te vinden is op autogids.be. Naast uiteraard een heleboel andere tests, nieuws en koopinfo. Maar nu gaan we over naar Hans, want hij heeft met deze 01 gereden en hij weet dus precies hoe de vork aan de steel zit. Hey Hans. Dag Steven. Link & Co. De 01. Inderdaad. Zoals daarnet al gezegd, volledig nieuw model, volledig nieuwe constructeur. Maar ik meen me te herinneren dat daar toch ook een Belgisch randje aan zat, want ze gaan die bouwen in Gent. Ja, dat was oorspronkelijk de bedoeling dat die in de Volvo-fabriek in Gent zou gebouwd worden. En waarom Volvo? Omdat Volvo, Link & Co, die maken allebei deel uit van Geely, Chinese autofabrikant. Okay. En dus hij is gebouwd op hetzelfde platform als de XC40 die in Gent wordt gebouwd. Vandaar. En dus was het ook logisch om het zustermodel in dezelfde fabriek te maken. Waar het niet dat de XC40 nogal een groot succes is en dat er eigenlijk geen productiecapaciteit meer over was in Gent. Oké, dus louter in China gebouwd. Ze maken hem in China en dan wordt hij zo naar Europa verscheept. Oké. Maar nu dat je vertelt, inderdaad, die link met die XC40. Nu, esthetisch zien we dat toch wel niet, hè? Ik zie wel heel veel andere links. Hè. Hij lijkt een beetje op een Kia. De lichten kan me niet van de indruk ontdoen dat ze zeer goed naar de Ferrari California hebben gekeken. Hier die grill, de Polestar. Goed, dat is dan nog van de groep. Ja, het is een beetje een micmac van verschillende ideeën. Hè. Ja. Je ziet hier zo'n beetje hieronder een Berline-achtige snuit en dan hier nog extra koplampen bovenop. Vanachter zitten ook een aantal rare lijnen. Dus iedereen probeert iets nieuws te verzinnen. En dat werkt natuurlijk niet altijd even goed. Het doet mij wat generisch aan, vind ik. Ja. Anderzijds, ik moet ook wel zeggen, als ik hem zo in profiel bekijk, hij lijkt mij wel een stuk langer dan een XC40. Ja, hij is inderdaad langer, dus die stelde platform. Maar met een wielbasis is die 3 centimeter langer is. Oké. Okay. Dus het CMA-platform, dat ook in de Polestar 2 gebruikt wordt. Ja. Hij is een stukje groter dan de XC40, ik denk in totaal 13 centimeter. Je zei dat net, Polestar, hetzelfde platform en zo. Dus dat wil dat zeggen dat deze eigenlijk ook voor puur elektrisch gebruik kan ingezet worden? Of? Deze is half elektrisch. Het is te zeggen, er zijn 2 versies van de 01. Er is de gewone zelfopladende hybride en er is een plug-in hybride. En dit is de plug-in hybride die we vandaag testen. Okay. Well, even onder de kap kijken dan? Ja, zeker. Ja, Hans, het eerste dat mij hier opvalt, onder de motorkap, ik zie daar het stickertje Made in China. Ze kunnen niet verstoppen. Hè? Inderdaad, ik had het gezegd, hè, gebouwd in China. Ja. Maar ik ga ervan uit, dat is enkel voor het stickertje, de mechanica is in de basis Europees toch, hè? Ja, het komt van Volvo, hè. Dus de motor, heel aandrijfgeheel eigenlijk, is hetzelfde als in de XC40 T5 Recharge, dus ook de plug-in hybride. Ja. Dus 1,5 liter, 3-cilinder turbo op benzine. Mm-hmm. 180 pk, plus een elektromotor van 81 pk, dus gezamenlijk 261 als beide motoren een piekvermogen leveren. En hoe zit het met de batterijen? De batterij is groter dan die van de Volvo. Ah, oké. Okay. Ja, we hebben hier 14,1 kilowattuur. Oké. Okay. Ja. Dat is in theorie goed voor een kleine 70 kilometer elektrisch rijden. Ja. En hoe zit het met de oplaadtijd? Want ik weet dat die Volvo's die hebben zo'n vrij kleine interne lader. Ja, 3,5 kilowatt. Ja. Dus we moeten toch een vijftal uur... En hier is hetzelfde, neem ik aan. Ja, inderdaad. Ah, ja. Nou. Dus we moeten een vijftal uur rekenen om vol te laden. Om een vol te laden, dus laten we zeggen... Een nachtje. Om nu op de basis van de XC40 te staan, moet ik wel zeggen dat er heel weinig gelijkenissen zijn tussen de Link & Co en de XC40. In het interieur dan? Ja, inderdaad. Hij heeft een eigen interieur. En trouwens, de Europese versies hebben ook een ander interieur dan de Chinese exemplaren, de 01. Verklaart dat dan misschien dat de materialen hier toch wel een stuk beter
ook, of toch op Europees niveau? Ja, 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 het is wel anders. En ik moet zeggen, het is keurig, net hier zo onderaan merk je, het is wel een beetje typisch voor Chinese auto's, zo die harde materialen. Ja. Maar over het algemeen is het zeker keurig. Ja. Je herkent wel een aantal Volvo-elementen, bijvoorbeeld hier de knoppen op het stuur, de hendels, de knoppen voor de spiegels. Ja. Maar ja, voor het is wel een eigen inslag, want kijk, zelfs het infotainment systeem is anders. Ja. Dat is eigen design toch, hè? Ja, het is een eigen ontwerp. En wat heb ik hier gevonden? Een ideeënbus. Een ideeënbus? Ja, dus als je een idee hebt over hoe je mobiliteit in het algemeen kan verbeteren, dan kan je dat opnemen en naar China sturen. Ja. Een selfie-camera of zoiets bijvoorbeeld? Yep, zit nee, erop. Nee, serieus? Jawel. Moet even kijken. Journey-camera. Allee, nee, serieus? Ja, ik kan selfies maken met een camera die hier ter hoogte van de spiegel zit. Oh. Selfie, voilà. Even... En wat is het nut? Even wuiven. Ja, oké. Okay. Geen nut, maar wel leuk. Voilà. Ja. Zeg, hoe zit het met de plekken achteraan? Achteraan... Dus het is eigenlijk ruim genoeg. Ik zeg het, de wielbasis is iets langer dan bij de XC40. En dat gaat volledig naar de beenruimte van achterin. Dus zeker oké, ook hoofdruimte, geen probleem. Dus voor vier volwassenen is het echt helemaal oké. Ik ga ervan uit dat de koffer ook wel die een trend zal volgen. Maar misschien moeten we daar even soms van kijken. Ja. Ik heb de indruk, maar kan weer verkeerd zijn, dat de koffer ook groter is dan bij de XC40. Ja, dat klopt. Dus in vergelijking met de XC40... is de Link & Co 01 13 centimeter langer. De koets dan? Ja, de carrosserie is 13 centimeter langer. Dat betekent 61 liter extra kofferruimte. Ah, oké. Okay. Ja, op de kop 500. Dus, maar dat is eigenlijk een redelijk gemiddeld volume voor dit soort auto. Ja, ja, ja. Maar ik zie wel een dubbele laad voor het Ja, dat. Inderdaad. Dubbele bodem voor de kabel, onder andere. Ja, dat is wel een vrij groot vak nog. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja, Hanze, Link & Co, XC40, we hebben het al gezegd, staat op dat platform. Ik ga er dan ook gemakshalve van uit dat hij rijdt als een XC40. Ja, inderdaad. Je herkent wel de Volvo onder de Link & Co. Eerder zwaar en nogal gezapig van afstelling, wat dat natuurlijk zeker geen slechte zaak hoeft te zijn. Want zwaar, over hoeveel kilo spreken wij? Ja, we gaan richting de 2 ton. Toch? Natuurlijk, ja, met die batterij, 2 motoren. Ja. Onvermijdelijk, hè. Maar, en dat is wel aangenaam, hij heeft een zeer zachte demping. In combinatie met de iets langere wielbasis. Dat geeft echt wel een zeer rustgevend gevoel, eigenlijk. Dus hij is wel comfortabeler dan de Volvo? Ja, absoluut. Absoluut. Okay. Ja. Zijn er dingen die wat minder meevallen? Qua rijervaring? Je merkt, en dat is bij veel hybrides een beetje een probleem. Je hebt twee remsystemen, hè. Eerst het regeneratief remmen. En dan schakelt hij over halverwege de slag van het pedaal naar het hydraulisch remmen. En in dit geval is de overgang nog niet perfect uitgedokterd. Ja, okay. Dus dat zou nog iets beter afgesteld kunnen worden. Eigenlijk. Het is nog een abrupte overgang. Ja. Zeg, en het verbruik, hoe zit het daarmee? Ja, ook iets waar veel plug-in hybrides mee kampen, is het verbruik op het moment dat de batterij eigenlijk leeg is. Of toch zo goed als leeg. Dan is het de benzinemotor, een 1.5 turbo, die alles moet oplossen. Die moet dan hard werken, gezien het gewicht. En dan kijk je toch aan eerder richting de 8 à 9 liter per 100 kilometer. Ja. Dat is wel stevig. Ja, dan wordt het plots veel. Ja. En hoeveel kan je eigenlijk dan op elektriciteit rijden? Wat is In theorie 69 kilometer. En ik merk dat dat in de praktijk ook wel waar maakt. Een 60-tal kilometer kan zeker en vast. Dat is zeker niet slecht, hè? Ja. En nu, ik zeg wel, hij rijdt nogal gezapig. Ook qua prestaties voelt hij wel zo aan, maar als je dan echt eens naar de cijfers kijkt en als je echt het volle pond geeft, dan heb je wel een 0 tot 100 per uur in 8 seconden. Dus dat is op zich eigenlijk zeker niet traag. Nee, dat is keurig. Ja. Hey Hans, let's start money. De Link & Co. verhandelt of verkoopt zijn 01 op een Spotify-manier, maar wat betekent dat nu precies? Eerst en vooral, je kan hem ook gewoon kopen, zoals elke andere auto. Mm-hmm. Dan betaal je 42.000 euro rond voor de plug-in hybride. De gewone hybride 36.000. Wacht, 42.000 euro. En dat is zonder opties? Of... Ja, er zijn geen opties.
behalve geen opties. Behalve de kleur. En ze hebben twee keuzes. Zwart en blauw. Oké, goed. Dus 42.000 euro of 36.000 euro. Ja. Klaar. Ja. That's it. Ja. All in. Goed. Stel dat je hem niet wilt kopen. Dan kan je hem huren. Dat is dat Spotify-ding. Ja. Het is een leasingformule. Opnieuw ook niet het ware water uitgevonden. Behalve het feit dat het een leasingformule is waarvan je de termijn eigenlijk kan kiezen. En je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik lease hem nu en volgende maand stop ik ermee. En dan kan je ook gewoon het contract stopzetten. Ach zo? Ja. Dus je huurt hem eigenlijk per maand. In dit geval voor 500 euro, inclusief btw, voor de plugin. En daar zit dan alles in die 500 euro? Er zit alles in, van verzekering, onderhoud, alle vaste kosten eigenlijk, behalve natuurlijk de slijtagekosten, verbruik enzovoort. Ja. Wauw. Want ik kan er eigenlijk mijn hoofd niet zo goed bij krijgen. Is dat dan altijd een nieuwe auto dat je dan krijgt? Ja. Of hoe gaan ze dat dan doen? Dat hangt er vanaf. Dan moet je een beetje geluk hebben. Dus je kan een leasingformule opstarten en dan kan het zijn dat je een splinternieuw krijgt. Het kan ook zijn dat je er een krijgt waarvan net het leasingcontract is afgezegd door de vorige. En dan krijg je die. Ja. Dan wordt dat natuurlijk wel volledig terug in orde gezet. Ja. Maar het is niet strikt genomen een nieuwe auto op dat moment. Ik heb ook iets horen waaien. Dat Link & Co. Een soort van community wil creëren met onderverhuring en zo. Ja, juist. Dus je kan de auto opstarten met je telefoon. Okay. Dus je hebt niet noodzakelijk de fysieke sleutel nodig. Ja. En dan kan je eigenlijk inderdaad, zoals je een deelfiets of een step huurt, kan je een Link & Co. huren die iemand ergens geparkeerd heeft, mits toestemming. Een soort van deelauto dan eigenlijk? Gebruiken. Ja, dan wordt het een deelauto. Ah, fantastisch. En dan kan je natuurlijk ook weer een stukje van de kosten terugverdienen. Oké. Dat is wel super interessant. Hans, ik zit nog met één vraag. Zou jij of ik dat eigenlijk aan iemand durven aanbevelen naar Link & Co? Want garages van Link & Co heb ik nog niet gezien in ons land. Nee, voor je onderhoud moet je naar China. Oei. Ja, nee. Dat is het verhaal. Dank. Dat was een grapje. Je kan ermee op onderhoud bij de Volvo garages. Ah, oké. Ja, uiteraard. Want het is Volvo mechaniek. Ja. Dus, we zouden hem aanraden aan mensen. Want onderhoud is geregeld, maar waarom nog? Ik denk dat vooral de leasingtarieven zeer interessant zijn. Oké. Dat kan je moeilijk vergelijken met een Europese auto, maar je krijgt wel heel veel waar voor je geld. Hij is full option. En je hebt een ruime en eigenlijk zeer verfijnde familieauto voor die prijs. Het enige wat ik hem kan aanwrijven is dat hij veel verbruikt. Maar ja, goed, dat geldt voor elke plug-in hybride. Dus eigenlijk is de conclusie dat de Link & Co. de auto aan zich, de 01, even interessant is als de Spotify-abonnement waarmee ze hem eigenlijk in de markt zetten. Ja, er zit muziek in. Dat was het voor ons. Hartelijk bedankt alweer voor het kijken. En ik herinner er graag nog even aan dat mocht je nu graag nog wat meer van onze video's zien, dat je die altijd terug kan vinden op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende.